Twee uur. Dit is Radio 1. Met Bas van Werven en Suzanne Bosman. Goedemiddag. De Rubik's Cube, Wuppies, kliklakballen, Scooby-Doo'en en nu is het loemen. Kinderraarsjes, die zijn van alle tijden. Maar wat wordt het nou wel en wat wordt het niet? En waarom eigenlijk? Zometeen in Radio 1 vandaag. Radio 1. Avro Tros. Radio 1 vandaag. Met Suzanne Bosman en Bas van Werven. Raarsjes op scholen. En nou is niet met die smartphone, nee. De kids zijn massaal aan het loomen. Dat is het klikklakballen, maar dan van nu. Welkom bij Radio 1 vandaag. Van Rubik's Kubussen tot Tamagotchi's. Iedere generatie speelt met wat anders. Waar speelde u mee toen u klein was? Denk even na. Een terugblik op de speelgoed raarsjes van toen en nu. Wanneer de school uitgaat, begint het heerlijke onbezorgde uurtje. Vlug de tassen tegen de muur. Dick, jij bent hem. Warning, once you get your hands on Rubik's Cube, you may never be able to put it down. Rubik's Cube, over 3 billion combinations, but just one solution. Tamagotchi! Jouw Tamagotchi is net geboren. Voed hem, speel met hem en zorg voor hem. Tamagotchi! Ja, voor sommigen best wat jeugdsentiment. Kinderen van nu die lijken niks anders te doen dan computerspelletjes. Maar niks is minder waar. Er is een nieuwe rage op de markt en die heet loomen. Het knopen van gekleurde armbandjes of andere hele creatieve dingen. Nou, wilt ze gast, twee mensen aan tafel. Trendwoordje Lieke Lamp, secretaris van de organisatie van de Nederlandse speelgoedleveranciers, Miesje van Rijn. Beide welkom. Goedendag. Jij hebt er vier aan je pols. Ja, ik heb vier kinderen, dus ik ben werkelijk helemaal behangen met oorbellen, ringen, alles is geloomd. Riem, alles is thuis geloomd, ja. Mevrouw van Rijn, geen loomzon nog? Nee, heb ik niet. Nee, even een rondje voordat we over loomen gaan praten. Over dit soort raarsjes, hoe snel ze ontstaan en weer ophouden. Allereerst even het rondje van, wat was in jullie eigen tijd het speelgoed, Lieke? Wij hadden toch nog het hula-hoepen. En wij hadden dat elastieke wat je niet alleen met je voeten deed springend, maar ook tussen je vingers om allerlei figuren te maken. En toen ik al iets ouder was, waren er de Scooby-Doo-touwtjes. Maar die komen eigenlijk al uit de jaren 60. En die waren op een gegeven moment weer helemaal uit, omdat daar die weekmakers in zaten. Ik zie daar ook de klikklakballen liggen. Ja. Dat was toen ik een jaartje of acht was. Dat kon ik ontzettend goed. Ik weet niet of je het kan horen. Ja. Maar die moet je zo laten klikken met z'n tweeën. En op een gegeven moment kan die over de kop. Ja, precies. En dan breek je pols. Maar goed. Ja, de 70 inderdaad. Ja, ik heb net stiekem even geprobeerd. Ik moet weer opnieuw gaan oefenen. Ja, moeders en zo, die vonden het heel eng, want je kon er je pols van breken. Nou ja, zo is het natuurlijk met alle dingen die leuk zijn. Mevrouw Lamp, toen u voor het eerst die elastiekjes en zo'n plankje waarmee je dat loomen kunt doen zag, dacht u toen meteen, ha, dit gaat een rage worden? Ja, want het was ineens all over. En we zijn al het verschil tussen speelgoed en een rage. Speelgoed kan je vaker mee spelen, rage. Dat zijn natuurlijk al die dingen die je gratis ook bij supermarkt en zo krijgt. Dat is leuk om te verzamelen, maar daar kan je over het algemeen weinig mee. De flippo's zijn daar een uitzondering op, omdat daar wel steeds nieuwe dingen mee konden. Maar veelal is dat gewoon echt richting prullenbak na een paar weken. Ja, dit geeft heel veel speelmogelijkheden inderdaad. En het leuke hierbij was dat het helemaal op dat internet ook zit. Hè. Die man die dit heeft bedacht, heeft ook zijn dochters tutorials laten maken op internet om uit te leggen hoe het van die filmpjes, van die instructiefilmpjes. Ja. En dat doen die meisjes nu, of die jongens, ook zelf inmiddels maken zelf filmpjes, dus dat is leuk. Het is trouwens in Amerika al wel Toy of the Year en Innovation Award. Okay. En daar is het al in Amerika al beloond. Ja. Een meisje, maar wat je jongens, dus ziet, dat blijkbaar, omdat wij denken, ach, die kinderen zitten alleen nog maar op een iPad tegenwoordig. Dat is dus niet zo. Ze zitten er met de iPad naast, want daar wordt dus een combinatie. Ja, het is echt een combinatie. Zo aardig. Nou is dit een rage, raarsjes weten we ook. Het komt op en het is ook zo weer weg. Hoe wordt ineens iets hip? Is dat vanuit de trendwatching te bekijken? Of merk je nou, dat? Er zitten wel een paar kenmerken die het moet hebben. We zeiden het net al, van kan je voorspellen wanneer iets een hit wordt en komt dat uit de markt of komt dat uit de aanbieder? Dat is heel lastig. Je moet wel weten dat er ook een heleboel dingen niet een hit worden. Je hoort alleen de succesverhalen. Ja. Heel veel fabrikanten schieten heel vaak mis, zou ik maar zeggen. Je hebt de man van de flippo's heeft nu geprobeerd om knikkers te introduceren in Nederland met dingetjes ertussen. Hans Zandvliet. Nou, die flippo's waren een enorm succes. Dus je zou denken, zo'n man, die weet het. Ja. Ze zijn hier niet heel groots aangeslagen. Wel weer in India en zo, in dat soort landen. Dus het is ook een beetje, je moet dus een goede markt hebben die daar rijp voor is. Dat verschilt per cultuur. Maar hierbij zie je ook, het is draagbaar. Je kan het mee naar school nemen. Het is deelbaar. Je kan het uitdelen. Het geeft een soort, hoe zeg je dat, prestatiebeloning. De erkenning en de herkenning bij elkaar. Van jij hebt dat gemaakt, ik kan het ook. Het is moeilijk. Het daagt uit. Het doet een beroep op wat je kan. Maar het is niet te moeilijk. Je haakt niet af na twee minuten van, nou, dat kan ik toch niet. Ja. En wat prachtig is natuurlijk, het is uitverkocht en de scholen zijn het aan het bannen. Dus een grote huishouden kan je niet hebben. Wat is de volgende rage? Weet u dat al?
Nee, dat zei ik al. Als ik dat zou weten, dan zou dat hartstikke leuk zijn. Voorspellen kun je dat helaas niet. Ja, nee. Maar we kunnen één ding stellen, dat ook dit, het loemen gaat uiteindelijk op de grote stapel met Scooby-Doo en ook met Crocs. Maar dat is een heel andere garage. Ja, gaat ook nog wel een keer over. Dat is vast wel. Goed, dank u wel dat u hier was. Trendwatcher Lieke Lamp en Michel van Rijn, secretaris van de Organisatie van Nederlandse Speelgoedleveranciers.